Goedenavond iedereen. Fijn dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben hier helemaal alleen thuis deze avond, want ik heb een hele dag op school gezeten. Ik had mijn camera hier klaargelegd om mee te nemen op school, zodat ik misschien over de middag iets kon filmen ofzo. En ik was gewoon vergeten toen ik naar school ging. Dus ik moet nu de vlog starten. Ik ga vanavond naar Nolwenn nog. Ik heb helemaal geen energie. Mijn hoofd is echt helemaal gefrituurd. Dus ik ga even een koffie drinken voordat ik nog met de auto naar Nolwenn ga rijden. En dan rijd ik naar Nolwenn. Ik neem ook sowieso mijn fiets mee. Dus ik moet zorgen dat ik al mijn fietskleren meeneem, dat ik mijn gewone kleren meeneem, dat ik mijn loopkleren meeneem. En dan zondag ga ik normaal gezien ook even duurlopen gaan doen en sowieso werken voor school. Ik heb vandaag gezien op de kalender, het is nog tot volgende week zondag dat ik al mijn deadlines heb. Dus heel even afzien, heel even hard nog strijden. Volgende week ben ik ook een jaar aan het dagelijks vloggen, dus ook super toevallig. Dus zaterdag ben ik een hele dag eigenlijk bijna weg. Dus even hard afzien, maar we zijn goed bezig. Vandaag een goede dag op school gehad, een goede productieve dag gehad. Ik had deze ochtend had ik labo. Dat was een soort van sprintlabo. En wat zijn sprintlabo's? Dat is eigenlijk, je moet een oefening maken in de les en je moet zo ver mogelijk komen in die oefening. Dat is een opdracht, je moet die maken. En nu was het voor het vak voor de apps, app development. Dus ik moest een app maken en ik heb daarmee bezig geweest. En het is eigenlijk wel nog zo van gegaan. Ik denk dat ik er wel door ga zijn. Dus het ding was, het is sowieso te veel om in één labo te maken. Dus dat is ook wel gezegd en ik heb gewoon mijn best gedaan en het meeste zit er wel in, dus dat is allemaal in orde. Verder, ja, ik ga hier al mijn grieven even samenrapen en dan ga ik vertrekken richting Nolwenn en zorgen dat ik niks vergeet. Dus fietspomp, fiets en zo, mijn bartape voor op mijn fiets, want dat moet ik er ook nog op steken. Dus ja, fijn dat jullie er zijn. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan en dan zie ik jullie zo. En de auto is weer even volgetankt. Merci aan sponsor mama. De vorige keer had ik de auto even nog vlug getankt. Voordat ik naar het ziekenhuis moest, gewoon even vlug. Want anders ging ik echt te laat zijn. En ik had hem niet volgestoken. En nu heeft mama mij gesponsord. Dus dankjewel. Video gesponsord door mama. En nu gaan we naar Nolwenn. En straks ga ik trouwens hier op mijn fiets nieuwe bartape steken. Dus dan ga ik even filmen en jullie meenemen hoe dat moet. Want dat heb ik nog niet gedaan. En ik dacht, ja, dan gaan we dan een keer filmen, hè, voor jullie. Dan weten jullie ook een keer hoe dat moet. Want morgen is de eerste Loran Social Ride. Ik denk niet dat er mensen gaan komen. Maar je weet nooit. Ik ga sowieso gaan fietsen. En dan hoop ik misschien morgen met mensen te fietsen. Ik heb al mijn grieven alleszins mee. En dan gaan we er morgen een mooi ritje van maken. Oh, kijk eens jouw lieve cat. Oh, hij is hier zo schattig aan het liggen, de Simba boy. Oké, guys, dus wat heb je nodig voor je bartape te doen? Je hebt dus bartape nodig. Deze heb ik bij Canyon zelf gekocht. Je hebt elektrische tape nodig om het vast te maken. En dat zijn de plugjes die erin gaan van voor aan je stuur. Dan heb je dit nog als om het af te werken. Dat is zo'n plakker soort van lintje. En die heb je dus natuurlijk allebei twee keer voor aan elke kant eentje. En dan hier heb ik mijn fiets. En zoals je ziet is het allemaal vrij al. Alles moet je proper maken. En het is handig als je hier zo van die elektrische tapejes rondzet rond je draadjes. Zodat die vast blijven zitten. En dan moet je hoed, ik weet niet hoe dat noemt in het Nederlands, moet je dat omhoog doen. Zorg dat alles proper is, dat er geen zand aan blijft plakken. En dan aan deze kant ook proper maken. Dus voilà, de kanten zijn mooi. Ik moet dat nu sowieso in orde brengen, want morgenochtend moet ik gaan fietsen. Dus de beide kanten zijn mooi. Dan neem ik de fiets even mee naar hier. En dan ga ik de camera hier zetten, ergens. En dan ga ik wel filmen en zeggen wat je moet doen. Oké, blijkbaar was ik niet aan het filmen. Ik was hier al heel uitleg aan het doen. Zoals jullie zien is dit mijn fiets. Je hebt hier de rechterkant. De bedoeling is dat je je bartape hebt. En zoals je ziet heb ik hier een wit streepje. Dat is lijm. En de bedoeling is bij je bartape dat je ongeveer de helft tot twee derde erover gaat in het begin. Hier bij Canyon ziet je symbooltjes staan op de bartape. Hele kleine symbooltjes. Ik weet niet of dat hij scherp gaat stellen. Kijk, je ziet hier een beetje staan. En die symbooltjes die moeten natuurlijk naar omhoog gaan. Dus dat wil zeggen dat ik die hier aan deze kant ga hangen. En de bedoeling is dus dat je telkens gaat overlappen met de helft tot een derde, afhankelijk hoe dik dat je wilt. Behalve aan het begin overlap je hier dus over de helft voor het ding, zodat je dat er nog in kunt duwen daarna. En dan met deze plug erin kunt duwen, zodat je hier overschot hebt. Aan de rechterkant gaat je trouwens met de klok meedraaien. En aan de andere kant tegen de klok in, want als je zo trekt aan je stuur, dan zou het kunnen dus dat je dat lostrekt, je bartape. Normaal gezien zou dat niet de bedoeling moeten zijn. Ik ben dat gewoon en ik heb dat zo aangeleerd, dus daarom doe ik dat zo. Wat ik ga doen is hier een deeltje van het stripje losmaken en dan al beginnen winkelen. Het is belangrijk dat je het goed strak houdt, zodat dat niet te veel spelingen gaat geven. Ik heb hier geen staander bij mijn vrienden, dus ik ga mij er even overzetten. En dan beginnen wikkelen hieraan, dus met de klok mee, goed vasthouden. Tot hier. En dan hier nog een speciaal figuurtje maken, want dat doe ik jullie straks.
probeert daar uw tijd trouwens voor te nemen, goed rustig te doen. Oké, dus vanaf dat je aan de kant komt van de shifter hier, dan draait je rond zo dicht mogelijk hier bij de rand. En dan kom je hier zo. En dan draait je eigenlijk naar boven rond je hendel. De tire. En dan gaat je er dus weer voor. En dan zorg je dat hier alles goed dicht is. Houd je goed vast. En dan kun je zo weer beginnen draaien. En dan kom je van binnen naar buiten uit. Dus je bent hier zo rond aan het draaien. Je komt van mijn vinger. Je draait hier zo rond. En dan kom je hier. Je gaat hier naar boven. Hierdoor. Dan is dit. En dan gaat je hierdoor. Net onder de hendelbar. Kom je hier terug door. Goed dicht. Alles goed dicht maken. Kom je hierdoor van achter. En dan begin je eigenlijk weer van buiten. Van binnen. Hier. En dan draai je weer naar buiten. En zorg dat dat hier allemaal goed dicht is. Voilà, dat is ook goed dicht. Dus dat is top. En dan kunnen we weer schoonetjes beginnen met draaien. Voilà, en uiteindelijk kom je hier onderuit. Voilà, en dan gaat je hem afknippen. Zo, en dan knip je van de kant van waar dat je bartape komt. Dus voor mij is dat hier. En dan knip ik zo een schuine lijn naar daar en dan trek ik dat er nog een keer over. Wat ik dan altijd doe, is dus die elektrische tape pakken, daar één keer rondgaan en dan met de nette tape die we erbij hebben gekregen, even tonen. Voilà, dat zijn nette tapejes, die krijg je er meestal bij. Die doe ik daar dan rond. Soms heb je ook nog zo extra dingetjes erbij gekregen, zo een soort van gelijk bartape, maar zo korte stukjes. En meestal zijn die dan voor hier, om als extra, als je een gat of zo hebt, om die op te vullen. Maar nu is het dus tijd voor de elektrische tape hier te doen. En zo doet je dat dan. En net hetzelfde langs de andere kant, alleen in de tegengestelde richting. En dan is het ook weer de bedoeling dat je uiteindelijk van binnen naar buiten doet, zodat je hieronder weer uitkomt en dan weer zo kunt snijden. Dus voilà, zo moeilijk is dat eigenlijk, of ja, zo makkelijk is eigenlijk. En dan toon ik jullie straks het eindresultaat. Het ziet er wel clean uit, hè? Ik ben wel blij met hoe dat eruit ziet. Ik eens gewoon een bartape juist hierin dat nog doen en dan het plugje erin steken, hè? Te goed. Aan deze kant ook. Luchtje zit er ook in. Just hier nog een steken. En dat was het. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik ga in mijn bedje. Ik ben super moe. Tijd om te gaan slapen. Morgen een leuke dag, dus vergeet zeker niet te abonneren, zodat je morgen ook op de hoogte blijft van de vlog. Morgen gaan lopen, gaan fietsen. Misschien een keer naar de stad, maar dat zie ik wel, want ik heb wel veel huiswerk. Dus ik hoop dat jullie nog van de vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao!